Want dat is trouwens eerlijk van die vraagsteller. Dan ken je dus wel de strijd, de burgeroorlog van je eigen hart. De persoon die deze vraag gesteld heeft, heeft hem net persoonlijk aan mij gesteld. En dan zegt ik, je mag hem hier wel bespreken. En wat ik proef in zijn vraag is dat hij zegt, de ene kant van mijn hart zegt, ik wil God aanbidden. En de andere kant van mijn hart zegt, ik wil mezelf aanbidden. Dit is de burgeroorlog van het vlees. De wet van de geest tegen de wet van het vlees. Die twee dingen. Herken je die strijd? Of durf je het niet te zeggen? Je hoeft niet hardop te zeggen, maar herken je het? Het goede wat ik wil. Als je dat herkent, hè? Dat is een goed teken. Want een varken die wil alleen maar in de modder rollen. Die kan je helemaal schoon spuiten, maar die loopt gewoon terug de modder in. Die heeft maar één verlangen, namelijk in de modder te zijn. Maar een schaap, die kan in de modder vallen. Of een poes, die loopt soms in de modder. En dan is die helemaal vies. Maar dan gaat hij een plekje zoeken en dan gaat hij zichzelf schoonmaken. Dan gaat hij zich reinigen. En Johannes 3 zegt, een ieder die deze hoop op God heeft, die reinigt zichzelf. Met andere woorden, die poes die wil niet, maar is toch gevallen. Maar hij gaat reageren en hij gaat zich schoonmaken. Dat is het leven van een christen. Je wil niet, maar het gebeurt, maar je strijdt ertegen. Heilige strijden tegen de zonde. Oké, bijvoorbeeld tegen hoogmoed. Hoogmoed is de diepste gewortelde zonde. Waardoor kwam Adam ten val? Hoogmoed. Waardoor daarvoor is Satan uit de hemel gevallen? Een engel in de hemel is tot een demon geworden, omdat hij als God wilde zijn. Adam en Eva wilden als God zijn. En jij en ik willen ook als God zijn. Autonoom zelf ons leven bepalen. Sommigen zie je dat aan de buitenkant. Merk je het aan hun manier van spreken. En bij sommigen zie je dat helemaal niet. Maar zit het wel van binnen. Ook stille mensen, introverte mensen kunnen soms hoogmoedig zijn. Zijn hoogmoedig. Hoe kan je dan toch God aanbidden? Ik zou zeggen, maak het niet te ingewikkeld. Erken dat voor God. Zeg, Heere, ik denk echt dat ik het centrum van mijn leven ben. Maar laat me zien, Heere, dat u dat bent. En weet je wat de beste medicijn tegen hoogmoed is? Je moet naar de Heer Jezus kijken. Die de hemel verliet, een mens werd, voeten ging wassen, zweeg en uiteindelijk aan het kruis belandde. Hou je van de Heer Jezus? Geloof je dat dat de reden is dat je hoop hebt op het eeuwig leven, omdat Hij voor jou wilde sterven? Geloof je dat? Nou, dan wil je ook op Hem gaan lijken. Dus kijk naar de Heer Jezus. Let op Hem. En Gods geest zal dat gebruiken om zijn karakter steeds meer in jouw leven te schrijven. En het belangrijkste kenmerk van de Heer Jezus is nederigheid. Dus belijd je hoogmoed aan God. Kijk naar de Heer Jezus. En ik geef je echt hoop. In een proces zal je steeds meer gaan zien. It's not about me. It's about Him. Daar zul je echt in groeien.